van, dat kan toch niet vegan? Vandaag gaan we spare ribs maken van mushrooms. Mind is blown. Ik ben super excited. Maar eerst moet ik even twee dingen kwijt. Namelijk, Marietje, jij bent ontslagen als camera mevrouw. Jij mag een boekje lezen of zo. Nou, stank voor dank weer dit. Of met de kat knuffelen. En dan wil ik Max graag uitnodigen om mij te helpen. Alsjeblieft, hey. Hoppatee. Ik probeer een beetje je mouw te houden af en toe. Not gonna happen. Oké, verder wil ik echt nog heel graag iets zeggen over de vele boze berichten die ik de afgelopen dagen heb gekregen. En daar hou je altijd wel rekening mee als je dingen op het internet doet, hè? Dan kan je dat verwachten. Maar hier wil ik toch even op ingaan, want ik zou video's en ideeën hebben gestolen van andere YouTubers met betrekking tot deze serie. Dat is uiteraard totaal niet mijn intentie. Voor deze serie zoek ik allerlei recepten op het internet en die combineer ik en mix ik en haal ik uit wat ik denk dat een leuke versie van dit gerecht is. Tuurlijk, iemand heeft dit ooit bedacht, maar het is super moeilijk om dat terug te leiden. Zo ook bijvoorbeeld met looks die beauty vloggers maken. Of ja, weet je, als je een autoprogramma maakt, dan is het ook heel makkelijk om te roepen, top gear! Ik zou nooit één op één video's of recepten overnemen, anders zou ik dat benoemen in de videobeschrijving, want dat is de YouTube etiket eigenlijk. Er is natuurlijk geen alleenrecht op vegan kookvideo's en wat ik nu doe heb ik nog niet in Nederland gezien en ik heb er mijn eigen draai aan gegeven aan deze recepten, aan de video, door middel van Marietje en de voice-over en zo is het echt ja, mijn eigen stijl geworden. Mijn video's en ideeën voor dit gebeurt er als worden eigenlijk ook zo vaak gekopieerd en daar krijg ik ook nooit credits voor eigenlijk. En ik snap het wel, is ergens een heel grijs gebied. Echt originele content maken op YouTube is super moeilijk, want alles is bijna al wel een keer gedaan. Alle YouTubers halen inderdaad inspiratie bij elkaar. Maar als er een duidelijke bron is, nogmaals, dan benoem je dat. Zoals ik al zei, ik heb heel veel inspiratiebronnen, maar waaronder eentje daarvan is Sauce Stash, een awesome dude uit Florida. Hij maakt super toffe video's, ga hem ook vooral volgen. En ja, als je mijn video's leuk vindt, dan volg je mij. En zo niet, dan niet. Iedereen happy. Al mijn inspiratiebronnen noem ik trouwens in de videobeschrijving, dus daar kun je altijd even naar kijken. Dank u voor uw aandacht. Oké, over naar het leuke gedeelte, want we gaan een boneless rib rack maken. Boneless rib rack, dat is echt helemaal van jou bedacht, dat woord. Ja, dus kijk, zoiets. Dit zijn king oysters. Wat we gaan doen, is eerst dit gedeelte eraf snijden. Maar dat gooi je natuurlijk niet weg, want dat kun je gewoon hartstikke goed nog gebruiken in je andere gerechten. Dit is allemaal niet giftig en zo? Nee. Het is gewoon chop, chop. Het is gewoon chop. Ik doe maar even op een bordje. Even netjes. Zo ben ik, netjes. Kijk zo. Als dat geen spare rib zijn, dan weet ik het niet meer hoor. Toch? Oké, we gaan deze marineren. Kijk, dit ziet er al enig uit. En dan hebben we deze spullen voor nodig. Oké, we beginnen met de droge ingrediënten. Gerookte paprikapoeder. En ik ga dit puur op gevoel doen. Oh, dat gaat meestal goed inderdaad, ja. Cayennepeper? Lekker. Kan ik de peper wat? Ga je de hele tijd overal doorheen praten? Have you met me? Ja, dat is waar. Oké, een beetje knoflook. Dit recept kon ik niet helemaal terugleiden naar de originele bedenker, maar ik denk dat het de vegan chef Derek Sorno is. Die zie ik in ieder geval de meeste. Oh, er komt een beetje spul bij. Dat vind ik niet waar. Hij komt op de meeste plekken zeg maar terug als ja, de bedenker. Originator, ja. Ja. Oké, nou, dit doen we even zo. Ik denk dat ik het toch een beetje extra van alles doe. Een beetje extra van alles, maar hoe weet je of het extra is als je niet eens weet hoeveel je oorspronkelijk nodig hebt? Wow, dat is deep, bro. Ten slotte heb ik hier nog American Steakhouse Seasoning. En ik heb dit een keer gekocht bij de Lidl toen ze van die Amerika weken hadden.
Maar ik denk dat je ook gewoon vleeskruiden of zoiets kan gebruiken. Steakhouse seasoning, doe je dat dan op de muur voor als je huis niet lekker smaakt? Dun. Dan pak ik weer mijn tablespoon dingetje. 15 milliliter staat er gewoon op. Had ik vorige keer de mensen best wel wat gedoe mee kunnen besparen, ja precies. Oké, sesamolie. Lekker met smoke. Oh. Stubs! Ik hoop dat je niet de hele tijd in het shot staat. Ik hoop dat je niet de hele tijd in het shot staat. Oh, wacht wel, want het is jouw shot. Oké. Ja, ik had bedacht om nog een beetje mos erbij te doen, maar ik twijfel daar nu toch wel over. Ik ga het gewoon niet doen. Oké, ik heb hier een super lekker mengseltje. Super lekker. En dan ga ik er ribs in doen. Oké, even goed roeren dat het helemaal in de marinade zit. Ik ga voor een soort Tiger King approach. God. Een soort paparazzi ben je. Ja. Ik ben zo excited hierover, jongens. Ik vind het helemaal leuk. Kijk nou hoe goed dit eruit ziet. Het zijn al lekkere cheeky wings. Wacht even, de mushroom waarvan je sperms gaat maken lijken wel chicken wings. Kijk, dit ziet er geweldig uit. Ja. Wat we dan nodig hebben zijn twee pannen. Goed pan en een iets kleinere pan. Deze gaan we aanzetten op een beetje medium hoog vuur zou ik zeggen. En ik pak zonnebloemolie, want dat is een beetje neutraal. Denk je niet dat je een beetje zuinig bent geweest met de seasoning? Moet je niet echt druipen van de seasoning? Ik heb jou niet ingehuurd om een beetje te commentariëren op mijn kookkunst, hè? Grappie Stijn? Dan vraag ik me af waarom wel. Ja, dat is niet. Vanwege je excellente camerawerk. Wat? Check dit dan. Wauw, deep. There's depth. Ondertussen warm ik even de oven voor op 180 graden. Ja, woord is dat eigenlijk. Is het nou onder of ertussen? Wat? Mind blown! Kom maar even kijken, want dit is belangrijk. We gaan dit in dus de olie doen. Dat is nog niet heet, hè? Nee. Dat is nog niet heet, hè? Nee. Even eruit halen weer, hè? Even opnieuw doen. Ik heb trouwens op Instagram gevraagd wat jullie het meest missen aan vleesachtige gerechten. En dat ga ik dus meenemen als inspiratie voor de volgende video's. Dus dan weet je dat. Dus als je ook inspraak wil in deze video's, volg me op Instagram. En nu we toch bezig zijn met een verkooppraatje, druk ook even op abonneren en op het belletje. Dan krijg je een melding als er een nieuwe video live komt. En dat zou ik heel tof vinden, want dan worden meer mensen enthousiast over vegan koken. En het is ook handig als je het niet wil zien, want dan weet je wanneer er een video is, zodat je niet per ongeluk tegen jouw video aanloopt. Dus eigenlijk moet iedereen op aarde op het belletje drukken. Ja. Oké, mensen, we zijn heet. Ja, dit past gewoon perfect op elkaar. Nu komt een belangrijke truc. Want nu komt je tweede pan van pas. Die gaan we namelijk erop duwen. Welcome to pan pressure. Dat klinkt niet vegan. Die arme champignonnetje schilderen uit van de hitte. Dit is wel echt. Deze, met jouw linker elleboog en jouw pols en zo, dit is het raarste wat ik ooit heb gezien. Ja, dit is wel eventjes, jongens. Ik zou zeggen. Wacht. Kut. Oké. Het staat een beetje op de wolken. Oké, we hebben super mooie ribjes gemaakt. Het ziet er echt al heel erg lekker uit. En deze gaan we nu in een open schaal leggen. Nou, hoe werkt dat dan? Want dit zijn boneless ribs. Ja, maar welk gedeelte is dan rib? Want ik dacht dat het een rib en bot was. Jezus, wat een moeilijke vraag. Ik weet niet eens waarom die shit spare ribs heet. Dus misschien ben ik hier niet de bedoeling voor. Dan gaan we het bedekken met een beetje sriracha. Het is natuurlijk best wel pittig, dus dat is naar smaak. Je vindt sriracha altijd heel heet, hè? Vind jij? Dat is wie lijkt. Hete spulletje. Heb ik vanochtend al zelf barbecue saus gemaakt. Oh wow, home cooking. En dit is super simpel. Ik doe eigenlijk ook altijd maar wat.
Het is een combinatie van een paar ingrediënten. Wow. Hey, het is een gerecht, een combinatie van een paar ingrediënten. Wow, my mind is blown. Tomaten, ketchup, Worcestershire sauce. Ja. En nog een paar dingetjes, die zie je nu allemaal in beeld, heel mooi. En ik doe eigenlijk een beetje op gevoel en naar smaak voeg ik wat dingen toe. Je moet gewoon veel proeven tussendoor en dan komt er wel een lekkere saus uit. Net als met seks. Je kan natuurlijk ook gewoon, ik ga dat even compleet negeren. Je kan natuurlijk ook gewoon barbecue saus kopen in de winkel, maar ja. Hè? Weet je op dat je niet constant in beeld bent? Weet je op dat je niet constant waardig tegen bent? Nee, dan weet je daar ook niet op. Jongen, nu kom ik echt over als een fucking bitch. Maar ik probeer gewoon een knappe video te maken. Oké, dit gaat de oven in. Oké, ik ga ze eruit halen. Ze hebben er ongeveer 45 minuutjes ingezeten. Het ruikt zo lekker. Zijn jullie klaar voor de onthulling? Ik ben zo trots op mezelf hoe dit eruit is komen te zien. Dit is toch een superleuk bordje. Hoe dan? Oké, we gaan gewoon proeven. En hoe eet je spare ribs? Die eet je natuurlijk niet met messen en vork. Die ga je gewoon zo afklijven. There we go. Oh baby, het is vies. That seems like a very spare ribby experience. Wow. Spicy? Het is spicy, maar het is lekker. Yeah. Zo lekker. Maar echt. Ik denk dat ze nog een paar minuutjes langer in de oven moeten zitten. Maar kijk, dit is gewoon zacht spareribvlees. Grappig. Je hebt echt geen idee meer. Ik bedoel, weet je nog hoe dit er aan het begin uitzag? Van die witte klompen. En nu is het gewoon fucking sparerib. Ik ben heel benieuwd wat de nuchtere Nederlander hiervan vindt. Maxie! De nuchtere Nederlander test. Het is heel raar dat dit geen vlees is. Toch? Oh, die seasoning en die saus is lekker. Dit is verder het beste wat je tot nu toe gemaakt hebt. Mm. En ook sperrepinger. Tijdje niet gehad al. Ja. Maar echt heel leuk. Nou jongens, sperrips. Dat kan toch niet vegan? Dat kan zeker wel vegan. Holy moly. Ga dit maken thuis mensen en laat me even weten als je dat hebt gedaan. Laat het me zien, tag me op Instagram of doe iets geks. Ik wens je heel veel eetplezier. Bedankt voor het kijken. Laat even een leuke reactie achter in de comments. Vind ik tof. En zie je volgende keer. Doei. Oh, Goed. 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 Goed.